Goedendag dames en heren, ik ben dokter Rogier Muinaar, cosmetisch arts met meer dan 20 jaar ervaring. En vandaag gaan we het hebben over een fascinerend onderwerp. Hoe cytokines duiken, vooral in de context van veroudering. Dit is niet alleen wetenschappelijk interessant, maar het heeft ook directe implicaties voor hoe we eruit kunnen zien en ons kunnen voelen naarmate we ouder worden. Cytokines zijn kleine eiwitten die een grote rol spelen in het immuunsysteem. Ze kunnen ontstekingen bevorderen of verminderen en hebben een directe impact op hoe onze huid eruit ziet en aanvoelt. Deze cytokines, zoals interleukine 1 en TNF-alpha, kunnen ontstekingen en huidveroudering bevorderen. Ze worden vaak geactiveerd door UV-straling en kunnen leiden tot rimpels en een verminderde huidskleur. Aan de andere kant hebben we cytokines zoals interleukine 10 die ontstekingen remmen. Interessant is dat oudere individuen hoge niveaus van interleukine 10 lijken te hebben, wat kan bijdragen aan een verminderde immuunrespons. Vraag je je misschien af, wat betekent dit nou voor mij? Wel, door het begrijpen en modelleren van deze cytokines kunnen we strategieën ontwikkelen om de huid er jonger uit te laten zien en aan te laten voelen. Er zijn verschillende cosmetische behandelingen die kunnen helpen bij het modelleren van deze cytokines, van crèmes tot meer geavanceerde procedures. Het is belangrijk om een behandeling te kiezen die past bij uw huidtype en levensstijl. Dus cytokines spelen een cruciale rol in huidveroudering en door deze te begrijpen kunnen we betere keuzes maken voor onze huidverzorging en cosmetische behandeling. Als je dit nu interessant vindt en meer wilt leren, vergeet dan niet om je te abonneren op ons kanaal en je kan eventuele vragen kwijt door contact op te nemen met mijn kliniek.